Als elke seconde telt is een wekelijks programma over het werk van de hulpverleners in Brabant. 24 uur per dag en 7 dagen in de week staan zij voor je klaar om hulp te bieden. Deze week in Als elke seconde telt. Ernstig verkeersongeval bij grensovergang Hazeldonk. Suikerbieten versperren deze week 2 maal de weg in Brabant. Twee paden dood door brand. Brand legt boerderij in de as. Maar we beginnen deze uitzending met een dodelijk ongeluk in Oud-Gastel. Een auto-ongeval op de snelweg A17 bij Oud-Gastel heeft vorige week maandagavond aan 1 persoon het leven gekost. De wagen reed in de richting van Moerdijk. Net voorbij Oud-Gastel raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een boom. Vier gewonden bij frontale botsing in Schaik. Bij een frontale botsing tussen 2 busjes op de M324 bij Schaik zijn maandag 4 gewonden gevallen. 2 van hen waren er ernstig aan toe en moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. Meerdere ambulances werden opgeroepen en ook de traumahelikopter kwam ter plaatse om het ambulancepersoneel bijstand te verlenen. De Rijksweg tussen Schaik en Reek was geruime tijd afgesloten voor het verkeer. Het vermoeden bestaat dat het ongeval door sneeuwval is gekomen. Opnieuw overval op tankstation in Uden. Vorige week dinsdagavond is het Texaco tankstation aan de Volkelseweg in Uden overvallen. Een man bedreigde de medewerker van het tankstation met een mes. Vervolgens pakte hij een nog onbekend geldbedrag uit de kassa en vluchtte daarna te voet in de richting van het sportpark van Uden. De politie heeft een sms-alert verstuurd met zijn signalement. Het gaat om een blanke man van 1,75 meter met een zwarte jas, een grijze capuchon en een witte sjaal. Het tankstation was vorig jaar ook al doelwit van een gewapende overval. Bieten versperren op diverse plekken in Brabant de weg. De Rijksweg A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is vorige week maandagavond lange tijd afgesloten geweest vanwege een ongeluk met een vrachtwagen vol bieten. Tussen Hogerheide en Bergen-op-Zoom-Zuid lagen de bieten over een afstand van 250 meter verspreid over het wegdek. De politie en de brandweer zijn een hele tijd bezig geweest om de bieten op te ruimen. Om 6 uur dinsdagmorgen, net voor de ochtendspits, ging de weg weer open. Op de A58 ter hoogte van Roosendaal is donderdagmiddag een vrachtwagen gekanteld met suikerbieten. De bieten lagen op de weg en blokkeerden de A58 in de richting van Bergen-op-Zoom. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De file bleef beperkt. Het verkeer werd via een af- en oprit bij Roosendaal weer naar de A58 geleid.
Boerderij verwoest door brand in Waspik. Een grote brand heeft een woonboerderij aan de Poolseweg in de Overdiepse polder bij Waspik volledig vernield. Niemand raakte gewond. Van de boerderij is niet veel meer over. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse. Een uur later gaf de brandweer het zijn brandmeester. Ze moesten echter nog wel een hele tijd nablussen. Over de oorzaak van de brand is tot nu toe niets bekend. Twee paarden overlijden na brand in Kaatsheuvel. Een brand richtte vorige week donderdagavond grote schade aan bij een paardenstal aan de Lage Zandschel in Kaatsheuvel. Daarbij zijn twee paarden om het leven gekomen. Vijf andere paarden konden worden gered, al is één van hen wel gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Diverse brandweerkorps uit de regio kwamen rond 10 uur ter plaatse om de brand te blussen. Onder meer hoogwerkers uit Oosterhout en Waalwijk werden ingezet. Iets voor 11 uur werd het sein brandmeester gegeven. Man raakt ernstig gewond bij ongeval grensovergang Hazeldonk. Bij een ernstig ongeluk op de A16 is vorige week donderdagavond 1 persoon ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de grensovergang bij Hazeldonk. Een bestelauto kwam in aanrijding met een vrachtwagen, waarna de chauffeur van de bestelauto bekneld kwam te zitten in zijn voertuig. De brandweer had ruim 45 minuten nodig om het slachtoffer uit de wagen te bevrijden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgesloten in de richting Antwerpen. De politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval. Dit was het voor deze week. Kijk volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Als Elke Seconde Telt.